Operations Change Manager, dat zijn eigenlijk twee grote pijlers. Je hebt één pijler wat dat alles heeft te maken met projecten. En de andere is echt het veranderingsmanagement. De mensen op terrein mee begeleiden in die verandering. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een project voor het verdubbelen van het middelmanagement. En ja, dat gaat van het project, de projectmatige aanpak ook naar de mensen op het terrein, opleidingsplan, het management, informeren, zorgen dat iedereen erbij betrokken is.